De gemeenteraad heeft woensdagavond door middel van een nieuw bestemmingsplan goedkeuring gegeven voor de uitbreiding van winkelcentrum Kerkelanden. In Hilversum zijn op de Bosdrift en de Nieuwe Havenweg politiecontroles uitgevoerd. Er zijn 32 bekeuringen uitgedeeld en dinsdagavond is er iemand opgepakt voor rijden onder invloed. De bekeuringen waren voor rijden zonder gordel, het niet kunnen tonen van het rijbewijs en geen of slechte verlichting. De politie gebruikte voor de controles een ANPR-camera waarmee kentekens worden gecheckt. Op deze manier kunnen mensen die nog een boete of belastingsschuld open hebben staan worden ontdekt. De brandweer moest woensdag uitrukken voor een schuurbrand aan de Neuweg. Een dakloze had daar zijn onderkomen en volgens bewoners lag hij daar wel eens met vaccinlichtjes aan. Vermoedelijk is de dakloze vertrokken zonder de lichtjes te doven. De brand is uitgeslagen op een stapel kranten en pallets. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie is vervolgens per helikopter een zoektocht gestart naar de daklozen.